Hey, hallo aan iedereen. Welkom in deze nieuwe week, nieuwe content. En vandaag wil ik het met jullie hebben over of je al dan niet over vorige levens zou mogen, moeten praten. Moet je gaan uitzoeken wat dat je was, wie dat je was in je vorige leven, wat dat er verkeerd gegaan is, wat dat er goed gegaan is of niet. Kortom, zou je het doen? Praten over vorige levens of niet? Is het nodig dat je weet wie en wat je gedaan hebt? Of laat je eigenlijk het dus gewoon beter voor wat dat het is? In het verleden dus. De reden waarom dat ik hier nu met jullie eigenlijk wil over spreken is omdat ik het ook vaak zie terugkomen als een obstakel, als een vraag, als een onzekerheid bij klanten. Niet alleen bij klanten in het spiritueel leertraject, versterk jezelf. Waarbij dat we eigenlijk 3 maanden samen aan de slag gaan, maar zelfs ook bij klanten die een reading reserveren. En daarin merk ik dan dat de meeste vragen ook betrekking hebben op connecties met mensen die we ontmoeten en waar dat ze op de een of andere manier verbinding mee voelen. En dan willen we vaak weten wat het betekent. En dat is logisch, dat is eigenlijk niet zo abnormaal dat je wilt weten wat er gaande is of van waar. Dat die herkenning, die verbintenis, die verbinding vandaan komt. Andere vragen hebben dan weer te betrekken op hoe bepaalde gebeurtenissen in je leven, die vaak betrekking hebt of geeft op een angst of een blokkade, hoe dat die eigenlijk verbonden is met het verleden. Want we willen eigenlijk begrijpen waarom dat er wel of iets niets gebeurt. Het niets weten is vaak voor ons mensen, zeker als je aan het begin bent op het pad van wakker worden, van bewust worden, is moeilijker. Nu, kort gezegd, is mijn ervaring dat de lichtwezens en gidsen enkel antwoorden geven over vorige levens, of gewoon in het algemeen zelfs, als het bevorderlijk is voor jouw groei. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld vragen zou stellen over iemand anders of over een connectie die je hebt met iemand anders, dat je niet gewoon uit nieuwsgierigheid maar vragen zal kunnen stellen en daar een antwoord zal op krijgen. Dus integriteit is ook binnen spiritualiteit heel belangrijk. En dat betekent dus dan dat je enkel maar vragen zal kunnen stellen, of vooral vragen kan je altijd stellen, maar je zal enkel maar een antwoord krijgen. Als dit voor je hoogste goed is. En dat heb ik meermaals ervaren met vragen die klanten stelden, dat ik echt geen antwoord kreeg, of het antwoord dat ik kreeg, heeft niks te maken met de vraag die gesteld wordt, maar alles met wat de persoon op dat moment moet horen, of mag horen, om weer verder te kunnen. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat ik aan jou zou willen meegeven of wil meegeven en dat ook aan mijn klanten altijd meegeef. Het is belangrijk om bewust te worden dat je in principe niet moet gaan zoeken naar informatie uit vorige levens. En de reden hiervoor is dat als het nodig is dat jij iets weet uit een vorig leven of met betrekking tot een angst of een trauma, dan zal je dat eigenlijk via boodschappen en synchroniciteiten naar jou toe komen. Want alles in je leven gebeurt immers zodanig dat je zuiverder en zuiverder zou worden. Dus dat je meer en meer echt de blauwdruk wordt, eigenlijk meer en meer echt gewoon de energie, de pure, de zuivere energie wordt, zoals je toen voor de eerste keer je los hebt gekoppeld van de bron. Dus de gebeurtenissen in je realiteit hebben allen ook het hogere doel om jou te triggeren, om jou iets te leren. En vaak is dat omdat er iets uit het verleden, en dat kan zijn gewoon uit dit leven, toen je nog kind was of als tiener, of gewoon een paar jaar terug, of misschien zelfs gewoon vorige week, of uit vorige levens. En dat wordt eigenlijk terug naar boven gehaald, dat wordt eigenlijk getriggerd omdat het jou nog op een of andere manier op een negatieve manier beïnvloedt. Het beïnvloedt jou nog onbewust, waardoor je er eigenlijk geen controle over hebt. Dus de bedoeling is dan eigenlijk dat je door het bewust worden kan gaan transformeren, zodanig dat je jou niet langer in de greep houdt. Zodanig dat je eigenlijk begrijpt van waaruit dat bepaald gedrag, vanuit waaruit een bepaalde manier van denken vandaan komt. Nu, wanneer dat je vanuit controle meer wil weten over het verleden of over iemand anders, dus kortom, wanneer je eigenlijk vanuit controle achter de sluier wilt gaan kijken, dan kan het zijn dat je van een kale reis zal terugkomen. Dan ben ik eigenlijk bijna 100% zeker dat je van een kale reis terugkomt. Omdat het belangrijk is dat je bewust bent en dat je geen slachtoffer bent die allerlei zaken overkomt.
Dat je geen pion bent in een groter spel en dat je gewoon maar kan doen wat er jou gezegd wordt. Dat je moet doen. Jij hebt de vrije wil. En dus de keuze ook om die vrije wil te gebruiken om beslissingen te maken in afstemming met je ziel of in functie van je ego. En wanneer je jouw verantwoordelijkheid weggeeft aan zaken uit het verleden, alsof dat jou allemaal overkomen is, dan onderwaardeer je jezelf eigenlijk. Dan plaats je iets anders, iemand anders, boven jezelf en ontkracht jezelf. En door die gedachten zorg je er immers ook voor dat je jezelf buitenspelt. Want door jezelf te ontkrachten, zorg je er eigenlijk ook voor dat je eigen talent en eigen gaven, en dus hiermee ook je eigen transformatiekracht, op een negatieve manier gaat gaan beïnvloeden. Daar kom ik op het plaatje, daar kom ik op het toneel, of hoe je het ook wil noemen. Omdat mijn taak is om jou eigenlijk de schepter over jouw leven terug te geven, over de leiding over jouw leven terug te geven. Zodat jij zelf de plak gaat gaan zwaaien in je leven, in plaats van constant je kracht weg te geven aan anderen of aan situaties, alsof het lijkt dat die buiten je wil ligt, alsof het lijkt dat je er eigenlijk geen controle over hebt. Nu samengevat, om terug te komen op moet je praten over vorige levens doen of niet? Je mag praten over vorige levens wanneer je leert begrijpen van waar dat een blokkade, een bepaald gedrag of een angst vandaan komt. Maar weet ook tegelijkertijd dat tijd een constructie is van de mens. Wanneer dat je weet dat alles één is, dan heb je ook de kracht om de invloed van elke ervaring, zowel uit het verleden als uit de toekomst, op een positieve manier te transformeren. Waardoor hij eigenlijk opnieuw wel weer controle krijgt. En weet bij dit dat alles mogelijk is, want we leven in een oneindig universum. Ook al zijn de ervaringen die je op dit moment hebt niet zo van die aard dat het lijkt alsof dat alles mogelijk is en dat het een oneindig universum is, vertrouw me en ga aan de slag met jezelf. Dus werk aan jezelf, werk aan je eigen groei. Transformeer je blokkades op een efficiënte manier, zodat je ze niet alleen maar de symptomen gaat gaan behandelen, maar dat je echt de oorzaak gaat gaan aanpakken. En zeg je nu van ja, ik heb eigenlijk al van alles geprobeerd en het lijkt, mijn wens of hetgeen wat ik wil manifesteren komt nog altijd niet in mijn realiteit. Wel, dan betekent dat gewoon enkel nog dat je werk te doen hebt. En daar wil ik jou gerust bij helpen als dat is wat je nu nodig hebt. Want ik merk dat van zodra mensen de keuze nemen om aan zichzelf te gaan werken, en ik ben daar zelf ook een voorbeeld van, en vele klanten met mij, dan begin je de dingen te zien, dan begin je patronen te gaan ontdekken in je leven. Dan ga je gaan zien van wat dat er eigenlijk allemaal mogelijk is, en dan ga je jouw eigen manifestatiekracht altijd maar krachtiger en krachtiger en nog bewuster gaan gebruiken en gaan sturen. Dus als je wilt en er samen met mij even over wilt brainstormen, kijk dan gerust op mijn website of als je de video bekijkt hieronderaan in het blokje. Luister naar de podcast, dan klik dan gewoon door naar de website. En dan kan je zien op welke manier we kunnen samenwerken. Of stuur me een mailtje met waar je tegenaan loopt, aanloopt. En dan kijk ik wat dat jou nu op dit moment het meeste verder helpt. Maar dus. Ja, je mocht praten over vorige levens, maar doe het niet zomaar. Zorg dat je weet waarom je ermee bezig bent. Zo, ik hoop dat dat jou weer wat meer helderheid en inzichten heeft gebracht. En dan zie ik jullie allemaal terug, of hoor ik jullie allemaal terug in de volgende content. Daag!